Ik wou beginnen met even de actualiteit. Hier zie je nou ja, de actualiteit van begin dit jaar. Hier zie je een foto van pro-abortus activisten in Colombia. De groene sjaals die staan symbool voor hun strijd. En hè, die groene sjaals zijn in heel Latijns-Amerika zijn ze opgepikt als een symbool van deze strijd. En in 2 jaar zijn er dus 3 Latijns-Amerikaanse landen waar abortus gedecriminaliseerd is. Dus dat is een grote overwinning. En februari van dit jaar wonnen ze dus ook in Colombia. En je ziet de uitgelaten uitdrukking van de mensen die dit wonnen. Vervolgens kregen we dus in mei te horen dat in de VS juist het recht op abortus wordt teruggedraaid. En dit dus heel erg onder druk komt te staan en ook weer juist een signaal afgeeft aan de mensen in andere landen waar extreemrechts ook oprukt, bijvoorbeeld Nederland. Dat het recht iets is wat ingeleverd kan worden door mensen onder druk staat. Dus toen zei een van de mensen, van de activisten in Colombia, van de Groene Golf, zei: dit is een waarschuwing. Een juridische overwinning is geen culturele overwinning. Ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap was. En ik denk dat we in de afgelopen periode heel veel onderwerpen hebben gezien die maakt dat we moeten nadenken over die culturele overwinningen en hoe dat definitief gemaakt kan worden. We hebben protesten gezien tegen geweld, tegen LGBTQI+'ers. We hebben antiracisme demonstratie gezien. We hebben gezien dat trans mensen de straat op gingen voor betere zorg. Dus dit thema is heel erg actueel. Vraag is wel, waar komt die seksuele onderdrukking eigenlijk vandaan? En ik wil het dus vandaag hebben over 4 dingen. Waar komt het vandaan? Waarom is het er nog steeds? Hoe ziet het strijdveld er nu uit? En is er een wereld zonder seksuele onderdrukking mogelijk? Nou, en nu doe ik even iets vervelends. Zijn er hier maximaal 3 mensen in de zaal die in 1 woord durven te zeggen waarvan zij denken dat seksuele onderdrukking komt? Bijvoorbeeld tafel, stoel. Durft er iemand een woord aan mij te geven? Ja. Kerk. Oké, dankjewel. Een ander woord? Macht. En? Kapitalisme. Oké, goed. Volgens mij heb jij een beetje voorkennis daarachter. Goed. Dankjewel. Ik heb even 2 dingen heel gechargeerd op een rijtje gezet. Het ding wat we vaak horen is, het is altijd zo. Dus denk bijvoorbeeld de Flintstones in de jaren 50, hè, maar dan getransporteerd naar de oertijd. Er waren al seksuele vooroordelen. In de oertijd was het al zo. Fred Flintstone met zijn dierenvelletjes en Wilma die zorgt voor de cake en alles. Dus met andere woorden, het hoort er gewoon bij. Accepteer het. Mensen zijn nu eenmaal seksistisch, racistisch, homofoob, heteroseksueel, monogaam, etc. Nou, dat vinden wij natuurlijk geen goede conclusie. Het tweede verhaal is dan, er zijn al lagen in de maatschappij en die hebben meer macht, die hebben meer privilege, die onderdrukken elkaar ook, de interdynamiek. Hè? Dus bijvoorbeeld als ik als witte vrouw over straat loop, dan zal de politie mij niet etnisch profileren. Dus dat is dan misschien mijn privilege, maar ik zal meer kans hebben dan een witte man op seksueel geweld, et cetera. En in feite klopt dat ook wel, want we zien in deze maatschappij heel veel verschillende vormen van onderdrukking en uitbuiting. En die hebben inderdaad een hele ingewikkelde dynamiek. Dus je ziet een soort rondje met daarin macht en dan zie je allemaal verschillende factoren. En dan kan je op basis daarvan een beetje bepalen waar jij ergens daar staat. Maar dan is nog steeds mijn vraag, hoe is dat zo gekomen? Nou, dat vroegen meer mensen zich af, waaronder Marx en Engels. En die wilden weten wat de historische en materialistische basis was van seksuele onderdrukking. En als Marxisten wilden zij daar een analyse van maken. Het moest ergens in de menselijke geschiedenis ontstaan en gegroeid zijn. En ze deden daar onderzoek naar. En een jaar na de dood van Marx, Marx stierf in 1983, publiceerde Friedrich Engels op basis van hun onderzoek dit boek wat je hier ziet staan. De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat. En de ontdekkingen van de antropoloog Lewis Henry Morgan vormden daarvan de basis. Dit is Lewis Henry Morgan.
Ja, je ziet inderdaad ook het volk wat hij bestudeerde, de Irokezen. Even kort iets over de taal. Het valt je misschien op in de titel van het boek. Er werden in die tijd woorden gebruikt die we nu heel problematisch vinden, zoals primitieve volkeren. Dat is terecht. Er zit een overlap tussen het ontstaan van antropologie en kolonialisme. En om volkeren te koloniseren werden ze neergezet als minderwaardig en inferieur. Dus die termen die kwamen ook in het taalgebruik. Maar Morgan en Engels hadden juist een hele hoge achting voor deze samenlevingen. En dat blijkt ook uit hun omschrijvingen. Maar ze gebruikten wel termen die toen algemeen waren of neutraal gezien werden, maar dat nu dus niet meer zijn. Natuurlijk hebben we nu nog steeds discussies over waarom je dingen als het N-woord niet zou moeten gebruiken. Dus mensen die hebben nog steeds dat taalgebruik in hun hoofd zitten. Maar toen was het veel minder, denk ik, een discussie. Weer terug naar het onderzoek van Morgan. Hij ontdekte dat de Irokezen georganiseerd waren in relatief gelijkwaardige gemeenschappen. En hij dacht dat het bestuderen van deze jagers en verzamelaars, dat het ons een manier gaf om terug te kijken in de ontwikkeling van de mensheid. Van het stadium van jagen en verzamelen tot de huidige beschaving waar hij in bestond. Nou ja, eigenlijk bestond het tegelijkertijd, want de Irokezen waren ook tijdens zijn tijd en hij deed veldwerk. Maar hij zei, oké, onze beschaving is op zo'n manier, onze maatschappij is op zo'n manier ontwikkeld. Wij moeten van hun leren hoe dat kwam en wat voor dynamiek zij hebben. En daarvoor leren we ook van ons en waar wij nu staan. En wat inderdaad interessant was, onder de Irokezen hadden de vrouwen een gelijke of hoge status. Engels gebruikte het onderzoek van Morgan om te argumenteren dat de vroegste menselijke gemeenschappen een vorm van oercommunisme waren. In deze samenleving was er geen onderdrukking. Nou ja, dat laatste was natuurlijk baanbrekend, want in het Victoriaanse Engeland werden vrouwen hevig onderdrukt. Tegen hen werd gezegd dat het de natuurlijke gang van zaken was. Ze hadden geen stemrecht of zelfbeschikking. Vrouwelijke arbeiders werkten in de minst gewaardeerde beroepen tegen de laagste lonen. En soms werkten ze 17 uur op een dag. De rijke Victoriaanse vrouw had dan misschien beter qua economische positie of qua dat ze voedsel had en niet zo hard hoefde te werken. Maar Engels zei daarover, de dame uit het tijdperk van de beschaving, omgeven met schijnhulde en ontwend aan alle werkelijke arbeid, heeft een oneindig veel lagere maatschappelijke positie dus, dan de hardwerkende vrouw uit de barbaarsheid, die in haar volk voor een werkelijke dame gold en dat ook volgens haar karakter was. Met andere woorden, hij geeft dus eigenlijk een kritiek op zijn eigen maatschappij en erkent de relatief vrije positie van vrouwen in dat soort samenlevingen. Het onderzoek van Morgan is verouderd, maar de basis is nog steeds intact. Er is in de loop der tijd veel meer antropologisch en archeologisch bewijs voor gevonden. Zo weten we nu dat ruwweg 90% van de menselijke geschiedenis er geen sprake was van, geen sprake was van systematische onderdrukking. Tienduizenden jaren lang jaagden en verzamelden mensen. Ze hadden een collectieve huishouding en taakverdeling. Ze deelden bezittingen en besluiten werden gezamenlijk genomen. Eleanor Leacock, die je daar ziet op de foto, heeft onderzoek gedaan naar de Innu. Dat was in de jaren 80. En in 1981 publiceerde ze dat boek wat je daar ziet, Myths of Male Dominance. En Leacock vertelt dat vrouwen en mannen een reeks taken deelden, zoals jagen en tenten maken. Er was een zekere verdeling, maar verschillende gebieden hadden dezelfde status. Vrouwen en mannen werkten samen en waren seksueel onafhankelijk. Ze zegt, vrouwen behielden de controle over de producten van hun arbeid. Deze werden niet vervreemd en de productie door vrouwen van kleding, onderdak en kanobedekking gaf hen tegelijkertijd praktische macht en invloed. Er was ook een grote mate van seksuele vrijheid. Meerdere partners waren gebruikelijk en kinderen werden door de hele gemeenschap opgevoed. Op een keer vroeg een priester aan een stamlid welk kind van hem was. En dat stamlid antwoordde, hoe bedoel je, het zijn allemaal onze kinderen. In de tijd van Engels was het niet gebruikelijk om over gender als een breder begrip te praten. Daarom heeft het over seksen en mannen en vrouwen in zijn boek.
Daar is ook een aanvulling op nodig. Zo konden genderrollen fluctueren in de Native American gemeenschappen. En hier zie je daar drie voorbeelden van. Dus dit zijn twee mensen die, we nu Two-Spirit zouden noemen. Dus mensen die genderfluïde in de Native American samenleving hebben bewogen. En twee vrouwelijke strijders van, ik weet niet hoe ik precies zijn originele naam uit moet spreken, dus Geronimo. Dit om aan te tonen dat, die rollen heel erg fluctueerden. Even kijken, ja. Wat ik ook heel inspirerend vind, is archeologisch bewijs. Bijvoorbeeld hier zie je een graf wat 4000 jaar oud is, van jagers en verzamelaars. En degene die hier liggen, zijn een 10-jarige en een 12-jarige jongen. Ze hebben allebei een aandoening. De 10-jarige kon niet lopen en de 12-jarige was bedlegerig. En op basis van de botten van de jongens is ook gekeken dat waarschijnlijk de 12-jarige alleen maar zacht voedsel kon eten. Dus dat betekent dat die kinderen heel erg veel aandacht moesten krijgen van een groep die een rondtrekkend bestaan had. Maar er werd voor hen gezorgd en ze hebben een soort van zelfs koninklijke begrafenis gekregen. Dus dat is een heel interessant gegeven. Het zegt heel veel, denk ik, over deze groepen. En ook de afkomst werd bepaald via de vrouwelijke lijn. Dat heet matrilineaire afstamming. Als een kind geboren wordt, wordt het dan lid van de afstammingsgroep van de moeder. Dus dan moet je eigenlijk wat je nu hebt via je vader en je achternaam moet je omdraaien met je moeder. Het wordt heel erg ingewikkeld als ik daar verder op inga, maar het zegt ook heel veel over deze maatschappijen. Engels die beschrijft hoe dat dan gaandeweg verandert, deze structuur van de samenlevingen, met de opkomst van intensieve landbouw. En mensen kregen een vaste plek en gingen daar gewassen telen, velden bebouwen en ze hadden meer behoefte aan arbeidskrachten. Voor het eerst werd er meer eten geproduceerd dan nodig was. Dat was een voordeel, dat was surplus. En het bestaan werd daardoor voorspelbaarder. Maar er ontstond ook een ongelijkheid. Dus er ontstond een verschil in de rollen van mannen en vrouwen. Want de druk op vrouwen om kinderen te krijgen en te verzorgen werd groter. Ze hadden daarom een groter aandeel in de reproductie. En dat wil zeggen dat ze zich meer gingen bezighouden met het verzorgen en voortbrengen van kinderen en nieuwe arbeidskrachten. En dat mannen een grotere rol kregen in de productie. Dus in het verbouwen van gewassen, dat soort dingen, handel. En ten tweede ontstond er privé-eigendom. Dat is dat surplus eigenlijk, de ontwikkeling daarvan. Dus vormden zich sociale klassen. Sommigen bezaten meer dan anderen. Denk bijvoorbeeld aan farao's, goed voorbeeld. En mannen met bezit wilden dat doorgeven aan hun afstammelingen. Ze wilden daarom dat hun vrouwen alleen hun kinderen baarden. Afkomst ging daarom over op de mannelijke lijn, oftewel een patrilineair systeem. Vrouwen werden geacht monogaam te zijn. Voor mannen was er meer seksuele vrijheid. En in deze periode ontstond bijvoorbeeld ook prostitutie als beroep. Dat leidde dus tot een specifieke het ontstaan van genderrollen en daarmee dus ook de onderdrukking van vrouwen en genderfluïde mensen. En dit nam door de eeuwen steeds andere vormen aan en heeft nieuwe manieren ontwikkeld. Maar het is altijd verbonden met het veiligstellen van bezit. Dat bepaalde de oorsprong en de vorm van het gezin. En dat is ook interessant, hè, dat we kijken waar ons woord van familie vandaan komt. Dat is een Romeinse term. Het betekende familia, het totale aantal tot slaafgemaakte van de man en zijn gezin. Dus de man, de pater familias, heerste als een hoofd van de familie over de vrouw, de kinderen en de tot slaafgemaakte. Hij had recht over hun leven en hun dood. Dus dat is heel veel macht. Nu skip ik even de klassensamenlevingen daarna. Mocht je dat in de discussie willen opbrengen, ga je gang. Maar dan ga ik over naar de seksuele onderdrukking in kapitalisme. Waarom is het nog steeds? Kapitalisme is een klassensamenleving waarin de heersende klasse de arbeidersklasse uitbuit. En dat zie je ook op dit plaatje. Mocht je daar vragen over hebben, stel ze ook gerust. Maar daar ga ik even verder niet veel dieper op in. Ik kan er wel nog iets over zeggen. Hoe het eigenlijk werkt is dat er door de
dat er een klasse is, een heersende klasse, die is ontstaan vanwege de bewegingen rond ja, de Franse revolutie, de burgerlijke revolutie. En wat er eigenlijk is gebeurd, is dat er een nadruk op stond op het idee van vrije handel, dat soort dingen. Maar we hebben gemerkt dat vrije handel eigenlijk helemaal niet zo vrij is. Want er zijn een aantal machtige individuen die de middelen van productie in handen hebben. Die hebben de grote fabrieken. Die hebben de mogelijkheden om mensen in te huren. En wij voor de rest moeten vooral voor die mensen werken. Het is een beetje gechargeerd. Je hebt nog andere, andere soorten structuren die nu nog een rol spelen. Maar ja, die kapitalisten zijn heel dwingend en nemen voortdurend ook druk op inheemse populaties om ook dit soort middelen van bestaan te hebben. Dus dat creëert dat wij voor de kapitalisten moeten werken. En als we werken en een werkdag maken, dan creëren wij een bepaald aantal waren en creëren wij een aantal, bepaald aantal rijkdom voor de kapitalist. Maar de kapitalist betaalt ons niet alles uit. Hè? Wij krijgen eigenlijk genoeg om te overleven en te bestaan. En dan keren we de volgende dag weer terug. De kapitalist haalt de rest, houdt de rest en die gaat dan weer investeren en meer geld maken. En dat leidt uiteindelijk dus tot wat je op deze cartoon ziet. Structurele ongelijkheid van wat Oxfam zegt. De top 1% controleert 46% van de welvaart van de wereld. Hoe werkt dat dan uit voor vrouwen? Nou, de onderdrukking van vrouwen en minderheden is heel voordelig voor het kapitalisme. Jaarlijks verrichten vrouwen 80% van het onbetaalde zorgwerk. De geschatte economische waarde daarvan is $10,8 biljoen. Ik heb het even uitgespeld. Vrouwen produceren ondertussen de helft van al het voedsel. Ze verdienen gemiddeld 10% van het inkomen. Bezitten 1% van de welvaart. Even kijken. Deze heb ik gehad. Gemiddeld maken zij 20% uit van de regerende coalities. Hun politieke macht die stagneert. En dat betekent dus eigenlijk dat we wel heel veel doen, maar daar geen respect voor krijgen. Wat ook wel geldt voor de arbeidersklasse in geheel. Maar dat is dus heel problematisch. In het kapitalisme zijn er wel formele gelijke rechten, maar er is geen sociale gelijkheid. En dat betekent dat emancipatie nu verdeeld is langs klassenlijnen. In 2008 verdienden de rijkste 1% vrouwen 8% van het totale inkomen van alle vrouwen. De 9 rijkste vrouwen van de wereld bezitten gezamenlijk $230 biljoen. Dat zijn weer evenveel nullen als ik net liet zien. Ze huren vaak gewone vrouwen in om hun huishoudelijke lasten en de zorg voor hun kinderen over te nemen. Kortom, hun positie is mogelijk gemaakt door andere vrouwen. En het is fijn dus dat sommige vrouwen, mensen van kleur, LGBTQI'ers, een hoge positie kunnen innemen. Maar er is geen plek voor ons allemaal in dit kapitalistische systeem om dat voor ons in te nemen. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, als je het hebt over representatie, Margaret Thatcher. Zij heeft eigenlijk niks gedaan voor de representatie voor Engelse vrouwen, behalve laten zien dat ze net zo goed kunnen bezuinigen als een man. En daardoor gingen alle Engelse vrouwen er verder op achteruit. Hoe ziet het strijdveld er nu uit? Het is mogelijk om een beweging te bouwen tegen onderdrukking en voor sociale gelijkheid. Vrouwen zijn nu goed gepositioneerd door de vrouwenbeweging in de jaren 70. Veel vrouwen werken nu, tenminste 55% van de volwassen vrouwen werkt wereldwijd. Dus we zijn een groot deel van de arbeidersbeweging. Er zijn natuurlijk bepaalde verworvenheden zoals geboortebeperking en het recht op seksualiteit waar we voor gewonnen hebben. Ons aandeel aan productie is ook een machtsbasis voor ons. Maar tegelijkertijd af en toe ook wel een dilemma gezien we wel de discussie moeten aangaan over hoe oneerlijk het verdeeld is eigenlijk en hoe het kapitalisme heel sneaky heel veel last op de schouders van vrouwen plaatst. Dus in 2019 schreef een groep socialistische feministen een manifest. Feministen een manifest voor een feminisme van de 99%.
En die roep kwam voort uit ervaring van verschillende vormen van verzet. Bijvoorbeeld dat van zwarte vrouwen in de Black Lives Matter beweging. Latijns-Amerikaanse vrouwen in Ni Una Menos. Geen vrouw minder tegen seksueel geweld. En de Women's March tegen Trump. En het idee was eigenlijk dat, wij meer aandacht zouden vestigen op de rol van vrouwen in de sociale reproductie. Daar hadden ze een theorie over gemaakt, dat noem ik nu even SRT. De term sociale reproductie komt uit het boek Het Kapitaal van Marx. En daarin beschrijft Marx dat arbeiders waren produceren. Wat ik net een beetje heb uitgelegd, hè, van wat er gebeurt op de werkplek, waardoor jouw baas aan jou verdient en jij dus telkens weer moet opdagen om meer te produceren voor de baas en de baas de zakken te vullen. De vraag voor die vrouw was, ja, arbeiders en arbeidskracht die moeten ook weer aangevuld worden. Hè. Er moeten nieuwe arbeiders geboren worden, ze moeten opgevoed worden, onderwezen. Ze moeten fit op hun werk kunnen komen, hè, gekookt, verzorgd, het huishouden. Het hele proces van instandhouding en voortzetting van bestaande sociale verhoudingen, dat heet dus sociale reproductie. En er is veel individuele zorg nodig, zoals verzorging, basisdingen zoals water en voedsel. En dat zijn allemaal taken die het systeem nu ook buitenproportioneel op de schouders van gezinnen neerlegt. Overigens, vrouwen doen dus buitenproportioneel heel veel werk, maar ook mannen ervaren dit. Bijvoorbeeld als je het hebt over jonge gezinnen, het is aangetoond dat jonge ouders echt veel minder slaap krijgen dan andere mensen en veel overwerkt te zijn. Nou, dat komt dus ook omdat die hele huishouding geprivatiseerd is en je geen hele dorpen meer hebt om kinderen op te voeden. Feministen die willen het met het SRT breder trekken dan gezinnen en aangeven dat er ook sociale structuren nodig zijn, zoals zorg, onderwijs, huizen en openbaar vervoer, die het kapitalisme gebruikt om te zorgen dat er genoeg arbeiders zijn en dat ze van hot naar her komen en gezond zijn. Deze zaken staan in het kapitalisme ook voortdurend onder druk. En zij zeggen dus elk gevecht voor betere voorzieningen, bijvoorbeeld voor woningen of zorg, kan leiden tot een bredere strijd en leiden ook tot een soort bewustwording voor ook de onderdrukkende structuren van het kapitalisme. En dat is een interessant idee, hè? Want als je bijvoorbeeld het gevecht voor woningen neemt, het kan potentieel heel veel groepen samenbrengen. Mensen van kleur, studenten, werkende, arbeiders in de bouw, activisten die strijden voor de opvang van vluchtelingen of daklozen of slachtoffers van intiem partnergeweld. Het kan er ook voor zorgen dat mensen gaan organiseren en radicaliseren en zien dat hun specifieke positie op dat rondje wat ik net liet zien, hè, waar jij bent als witte persoon of persoon van kleur of LGBTI, dat hun posities eigenlijk overlap met elkaar hebben en dat hun strijd eigenlijk verbonden is aan elkaar. Dus dat zou maken dat mensen ook eisen kunnen gaan stellen. Waarom is er eigenlijk geen woonrecht? Waarom is wonen niet gratis? Waarom accepteren we nog steeds discriminatie op de woningmarkt? Dus dat is een interessant idee. Ik denk wel dat we moeten zien dat uiteindelijk deze sociale strijd, dat we die kunnen dan benutten om ook de werkende mensen te bereiken. En die werkende mensen, die hebben een hele grote macht. En deze mensen zijn met veel meer dan die kapitalisten. Denk aan dat plaatje van die aardbol die ik net liet zien. En zij doen ook het daadwerkelijke werk. Die kapitalisten kunnen dat niet zelf. Als ze ermee stoppen, dan hebben kapitalisten een gigantisch probleem, gebeurt er gewoon helemaal niks. Dus deze groep werkende mensen kan met massale acties en stakingen het systeem onder druk zetten. Oh. En ze kunnen zelfs vormgeven aan een alternatief. Dus daarom zei een socialist ook in een boek, de arbeidersklasse bestaat uit Judith Orr, het komt uit Women and Socialism. De arbeidersklasse bestaat uit mannen en vrouwen. Ze is zwart, wit, Aziatisch, hetero en LGBTQ. Het is de klasse van de meerderheid voor de meerderheid. Kortom, de groep werkende mensen is intersectioneel. Ze worden allemaal uitgebuit en sommige van hen worden ook onderdrukt. Hun positie in het arbeidsproces verenigt hen. Ze hebben er allemaal baat bij om dat te veranderen. Dus, is er een wereld zonder onderdrukking mogelijk? Ik zeg ja. Ik ben ook benieuwd wat jullie mening daarna is. Een glimp van de mogelijkheden van een socialistische maatschappij biedt de Russische Revolutie van 1917... Daar werd de meest progressieve wetgeving die toen denkbaar was ingevoerd met algemeen kiesrecht, met gelijk loon voor gelijk werk, toegang tot abortus, decriminatie voor homoseksualiteit. En revolutionairen begonnen er ook met het opzetten van
een systeem om huishoudelijk werk te socialiseren. Dus met gaarkeukens, wasserijen, crèches, toegankelijk voor iedereen. Dat is dus een voorbeeld van hoe je dus weer opnieuw een dorp kan vormen om alle menselijke behoeftes dus daarin te voorzien. Maar dan in een soort moderne setting, waarin alle mogelijkheden die we nu hebben, daarvoor ingezet worden. Niet voor winst, maar voor menselijke behoeftes. Helaas heeft de revolutie van 1917 niet doorgezet. Wel zagen we de afgelopen paar jaren hele interessante revolutionaire bewegingen. Bijvoorbeeld de Egyptische revolutie, waarin heel veel de bezetting van het Tahrirplein hebben we gezien. Maar daaronder was ook een stakingsbeweging in de textielindustrie die dat voerde. Ze wisten van een dictator af te komen. Helaas is die revolutie ook weer bloedig neergeslagen en zitten ze nu weer in een tijdperk van reactie. Maar ik wil nog wel even vertellen wat een activist vertelde op de vloer zelf, om een beetje een gevoel te krijgen. Zij gaf aan, we sliepen met duizenden intenten naast vreemden, maar het leek net alsof we vrienden en familie waren. Ik voelde me compleet veilig. We deelden voedsel en water. We respecteerden elkaar. Het voelde totaal anders dan daarvoor. En als je op het Tahrirplein om je heen keek, het Tahrirplein was daarvoor de meest onveilige situatie voor vrouwen. Vrouwen konden daar niet heen zonder seksueel geïntimideerd worden. Maar tijdens deze bezetting was het veilig en konden vrouwen daar zelfs blijven slapen. En hadden ze geregeld dat er ook beveiliging was. Als je op het Tahrirplein om je heen keek naar de anderen, dan waren er mensen van allerlei achtergronden. Armen, middenklasse, mannen, vrouwen, met en zonder hoofddoek, moslims en christenen. Tijdens de revolutie speelden vrouwen een rol die net zo belangrijk was als die van de mannen. In feite speelden we een sleutelrol. Vrouwen waren deel van de dagelijkse organisatie op Tahrir. We demonstreerden en vochten tegen de politie. We kregen te maken met traangas en kogels. Gesluierde vrouwen haalden straatstenen uit en hakten ze tot een handig formaat om te gooien naar de boeven met molotov cocktails en machinegeweren. Het was oorlog. De revolutie is een proces dat elke dag doorgaat met nieuwe stakingen en demonstraties. We moeten doorgaan met de strijd en ervoor zorgen dat vrouwen in de frontlinie blijven. Nu weten we wat er gebeurd is op dat moment, maar ik denk wel dat we alle momenten van revolutionaire situaties en bewegingen moeten koesteren als parels in de ketting en aan elkaar moeten verbinden en zien dat we van elke ervaring leren en sterker worden en dat het elke keer ons weer nieuwe hoop geeft om door te gaan. Want we hebben uiteindelijk een wereld te winnen en uiteindelijk komt het ten dienste van ons allemaal. En een goede graadmeter daarvoor is de manier waarop onderdrukte ook een onderdeel zijn van die revolutie en ook die ketenen kunnen afwerpen. Daar hou ik het bij voor nu.